gevaccineerd. En dit is dus het moment waarop de minister hier plaats zal nemen. Ja, recht voor de camera. En u zal dat dus goed kunnen meevolgen in de woonkamer. En ook de andere mensen die gevaccineerd zullen worden. Dat zijn mensen uit de zorgsector die ook zullen worden gevaccineerd. Wanneer de mensen hun prikje hebben gehad, gaan ze niet direct naar huis. Dat heeft de minister dus ook aangegeven. Ze worden eerst naar een observatieruimte gebracht. Daar is de pers niet toegestaan. Dat werd ook aangegeven. Misschien dat die mevrouw die de injectie zal toedienen, dat nog even goed laat zien. En we volgen mee wat er gebeurt. Live in de huiskamer via de SCVS, uw nationale zender. En het gaat nu denk ik gebeuren. De arm wordt ontsmet en daar gaat de naald naar binnen. Het moment waarop de minister van Volksgezondheid is gevaccineerd. En ook de andere mensen hebben hun vaccinatie reeds ontvangen. En nu zullen ze, als het goed is, dus naar de observatieruimte worden gebracht. Daar mag de pers niet naar binnen, want ze zullen dus hier nog een half uurtje tot drie kwartier moeten blijven.